Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep. Goedemiddag en fijn dat je weer kijkt naar Cambuur TV. Vandaag blikken we terug op de twee uitwedstrijden van afgelopen week tegen FC Utrecht en NEC. Daarna beantwoordt Mark Dijkstra vragen van supporters. En kijken we vooruit op het duel van zaterdagavond tegen Vitesse. Vorige week woensdag speelde Cambuur het uitduel tegen FC Utrecht. In de Domstad slaagde de ploeg van Henk de Jong er niet in om een achterstand goed te maken en verloor het met 1-0. En hier 1 tegen 1. En als hij nu geeft Manu aan Lukoki, dan komt Lukoki alleen voor Ruiter. Dat is geen garantie voor succes, maar wel gevaarlijk. Dit is ook een mooi paasje. Ruiter te laat. Dus Barto. De Ridder, niet te veel van gezien. Moulenga. Oh, omdat Lewin mis zit, kan Moulenga scoren. En dat doet hij. 1-0 voor Utrecht. Is dat Hens? Nou, het mag allemaal door. En dan zit Lewin ernaast. En is hier Moulenga heel rustig als Nienhuis uit het doel komt. Vlag omhoog. En rood voor Bijk. Wat doet Bijker? Ja, hij haalt fors door, dat is waar. Ja, vol op de enkel. Rietsmaier. Aardige paas hoor. Aardige paas. De inzet van Ogbetje. Utrecht tegen Cambuur. Eindigt hier in 1-0. Eerste nederlaag sinds 5 februari, na 7 wedstrijden waarin jullie niet verliezen. Waar lag het aan vanavond? Ja, waar lag het aan? Hè? Het lijkt optisch dat Utrecht misschien meer kans heeft gehad, maar dat heeft te maken dat zij alles eigenlijk lang spelen. Dus eigenlijk constant dicht op onze goal zitten. Dat is ook een kracht, hè? Maar daar ligt power van hun. Maar ik denk dat wij de eerste helft eigenlijk vergeten hebben iets meer te voetballen. De tweede helft, op een gegeven moment gaan wij voetballen en krijgen we volgens mij ook een kans op de 1-0. Hè? Dat we Martijn Bart om de keeper heen gaan. Vonden we toen aardig voetballen. Alleen op één moment, ja, is het, ja, hij kan een keer goed vallen voor Utrecht. En dat gebeurde ook. En daardoor verliezen we die wedstrijd. Je linksback krijgt een rode kaart. Kon jij goed zien wat daar precies gebeurde? Nee, ik kon niet goed zien. Maar het is volgens mij een van de beste scheidsrechters van de wereld. Ja, ik kan er wel moeilijk over doen. Dat lijkt me niet terecht. Ik moet het eerst even zien. En misschien hebben jullie hem, dan kan ik het zien. Ja, hij is net te laat. Het is niet gestrekt, maar hij is net te laat. Nou ja, dat zal één wedstrijd zijn en een voorwaardelijke. Hoe was de stemming net in de kleedkamer? Want ja, het wordt nu misschien toch nog lastig voor Cambuur met 4 wedstrijden voor de boeg. Ja, maar dat kan je wel gaan denken, maar we hebben 4 wedstrijden om nog 3 punten te halen. Je kan het ook andersom draaien. He, als het nou 1 wedstrijd is en we kunnen eruit flikkeren. Ja, maar wij hebben 4 wedstrijden om 3 punten te halen. Dat gaan we gewoon doen. We hebben een prachtige ploeg, we hebben een prachtige club. En daar zit ik niet een seconde over in. Zaterdagavond hield Cambuur een punt over aan het cruciale duel tegen NEC. Daarmee bleef de voorsprong op de Nijmegenaren 8 punten en stapte Cambuur als morele winnaar van het veld. Higden terugleggen, maar niet goed teruggelegd door Higden. Comboy, Castillon in de rug gelopen, strafschop. Dan gaat Castillon er zelf achter staan. Voormalig supertalent van Ajax in de jeugd daar. Castillon met de penalty, feilloos binnengeschoten. 1-0 NEC na 12 minuten. Van der Laan. Goeie bal van Morsel. Van Morsel, kans op de gelijkmaker. Nu 4 tegen 2 als NEC dit goed uitspeelt. Castillon, Higden voor de goal. Castillon zelf. En een goede redding van Nienhuis. Dijkstra. Ach, die gaat erin, want hij kan het inderdaad. Het is 1-1 door invaller Mark Dijkstra. Een mokerslag voor NEC in de extra tijd van de eerste helft. Van der Laan. Ogbetje wint dat duel. Manu, Gentenaar. Tweede grote kans, Cambuur. Lukoki dan, en dan recht in de handen van de doelman van NEC. Janscher. Bal verlengd en binnengeschoten. Nee, zegt de paal. Wat is
er dan gebeurd? Heeft Kolwijk uitgedeeld en krijgt hij rood. De aanvoerder van NEC roept hier de ellende toch over zichzelf af. Door niet gewoon die bal terug te geven aan Cambuur. Opgefokte toestand natuurlijk in de slotfase in Nijmegen. Hoe stom kun je toch zijn als Kolwijk in deze situatie was? Rietsmaier, ook geel, dan is het voor hem einde wedstrijd, hè? Twee keer geel is ook rood en is het evenwicht in ieder geval weer hersteld voor die laatste minuten. Hier komt Lukoki. Lukoki snel van Eijden met de overtreding. En als de protesten doorgaan, dan komt de gele kaart alsnog. Degradatievoetbal in optimaal forma was het vanavond in de Gopper. Waar NEC de wedstrijd gewoon moest winnen. Leonard Nienhuis, afgelopen zaterdag spelen jullie met 1-1 gelijk tegen NEC. Hoe lastig was het om NEC te bespelen? Om te bespelen vond ik het wat meevallen. We wisten een beetje dat ze een beetje hetzelfde gingen spelen als Utrecht. Met veel lange ballen, met twee sterke jongens voorin. Ik denk dat we daar in het begin een beetje moeilijk mee hadden. Alleen daarna zag je wel dat we er goed onderuit konden voetballen. En zag je ook gewoon dat we het veldspel gewoon beter waren en ons er goed onderuit kunnen voetballen. En dat heeft ook wel in kansen, die hebben we wel gecreëerd. Alleen voorin was het nog niet, was het niet top. Jullie kregen vrij vlot een penalty tegen. Vond je hem terecht? In het begin... Of in de wedstrijd zelf vond ik het niet terecht. Alleen na ik de beelden heb gezien, was het gewoon niet slim. Een duw in de rug. En ik vond het dan wel een terechte penalty. Jullie komen in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte. Hoe cruciaal was dit moment van scoren? Cruciaal weet ik niet. Ik denk dat we een goed gevoel hadden wel. Dat we gewoon voetballend beter waren. En als we zo doorgingen in de tweede helft... Dat de kansen vanzelf wel kwamen. Maar het is toch lekker dat je 1-1 de rust in gaat. En dat je dan de tweede helft gewoon verder kan bouwen naar misschien een overwinning. Ja, hoe komt het dan dat in de tweede helft die goal niet valt? Het bleef toch lastig met hun lange ballen. En hun moesten natuurlijk alles op alles zetten om die drie punten te pakken. En dan weet je dat je een beetje achteruit wordt gedrukt. Maar nog hebben wij wel kansen gehad. Alleen voorin waren we denk ik niet scherp genoeg. En aan het einde van de wedstrijd vallen er nog 3 rode kaarten. Past het wel een beetje bij het speelbeeld van de wedstrijd? Wel in zo'n wedstrijd natuurlijk. Waar echt de 3 punten heel belangrijk waren en helemaal voor hun. De rode kaart van hun vond ik wel een beetje... dat was hun eigen schuld een beetje, vond ik. Ik schoot de bal uit door een blessure van ons. En hun moeten hem dan eigenlijk terugspelen. Alleen dat deden ze niet. Als ik zelf in de situatie had gezeten, had ik het misschien ook niet gedaan als de 3 punten echt cruciaal waren. Alleen het is niet slim en dan krijg je de emotie en dan krijg je zoiets. Uiteindelijk nemen jullie toch nog een punt mee uit Nijmegen. Kan je daarmee leven? Ja, daar kan ik zeker mee leven. Helemaal het spelbeeld gezien... als er iemand moest winnen, dan hadden wij wel verdiend om te winnen. Alleen 1-1 uit bij NEC in zo'n wel een cruciale wedstrijd mag wel blij zijn, denk ik. Mark Dijkstra moest zaterdag al vroeg invallen tegen NEC. Maar nog voor rust luisterde hij zijn invalbeurt op met een schitterend doelpunt uit de vrije trap. Vandaag beantwoordt hij vragen van supporters die hem via de Facebookpagina van Cambuur gesteld werden. Maar Dijkstra, de eerste vraag komt van Jens Jarno Pasen. Hij vraagt hoe het voelde om het doelpunt te maken tegen NEC. Ja, dat is een prachtig gevoel. En je hebt het gevoel dat je team en de supporters gewoon enorm kan helpen en dat is heerlijk. Dan de volgende vraag van Meinder Dijkstra. Op welke positie speel je het liefst en waarom? Ik moet zeggen dat het mij niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk als verdediger is het gewoon wel lekker dat je veel aan de bal komt. En dat is ook wel prettig. Alleen als middenvelder hoef je niet, weet je dat er nog een linie achter je zit. En dan kun je iets meer aanvallend denken af en toe. En dat is ook wel prettig. Dus het maakt mij niet zoveel uit waar ik speel. Peter de Sla die wil graag weten wie in jouw ogen de beste verdediger in de Eredivisie is. Weet ik zo niet. Ik denk, als er toch eentje voor mij...
uitspringt, dan denk ik Lucas Bijker. Ook gezien zijn potentie. En waarom? Ja, het is gewoon een hele taaie, vervelende verdediger. En het is prettiger om een metje te hebben dan tegen je. Dus zodoende. Dan een vraag van Floyd Homan. Wat vind je het leukste aan Cambuur? Ik denk het moment als je op het veld staat en je hoort gewoon dat er 10.000 man achter je staan. Dat geeft gewoon een adrenaline kick. En dan, dat is heel prettig om te ervaren als speler. Stefan Kiestra die vraagt wat jouw ambities zijn voor volgend seizoen. Het liefst zoveel mogelijk hier op het veld staan tijdens de wedstrijden. Dat is mijn ambitie. En dan ervoor zorgen dat we nog een jaar mooi in de Eredivisie zijn. Bert Bekkema die wil graag weten of je nog andere hobby's hebt. Tennis vind ik een hele mooie sport om te beoefenen naast het voetbal. Vooral als ik tijd over heb. En verder vind ik het wel leuk om series zoals Game of Thrones, die volg ik wel redelijk intensief. Daniel Brattinga die stelt de vraag wat voor werk je had gedaan als je geen profvoetballer was geworden. Ik denk dat ik leraar zal worden. Of ergens in een bedrijf een managersfunctie zou gaan vervullen. En leraar in wat? Weet ik niet. Ik denk Engels of Nederlands. Taalmens dus. Ja, zeker. De laatste vraag die komt van Michal Mos. Hij vraagt wie is de grootste grappenmaker? Dat vind ik lastig. Ik denk dat Bobby de grootste grappenmaker is. Ik hoorde dat Nienhuis en Van der Laan er ook wel wat van kunnen. Ja, die kunnen het met z'n tweeën. Die zijn de laatste tijd wat rustiger. Maar als die het op hun heup hebben, dan horen zij ook in dat rijtje thuis inderdaad. Jan Bruin, aanstaande zaterdag spelen jullie een wedstrijd tegen Vitesse. Hoe staat het ervoor met de fitheid van de selectie? Nou ja, we hebben natuurlijk de laatste weken drie wedstrijden gehad. En met wat schorsingen erbij en blessures, hebben we iedereen hard nodig. Dus, maar we kunnen met de groep die we hebben weer een behoorlijke aftal op de been krijgen. Dus we zien het wel zitten. Kan Leeuwin ook weer starten? Nou, Leeuwin heeft wat last van de knie. Dus ik denk dat we die nog niet zullen inzetten. Hè? Want we moeten geen risico's daar nemen. Maar die kunnen we nog wel gebruiken als het er nog op aankomt. Je benoemt net al de schorsingen, want Bijker, El Macrini en Rietsmaier die spelen niet mee. Hoe groot is deze aderlating? Nou, het zijn jongens die natuurlijk altijd in de basis gestaan hebben. Hè? Maar we hebben dit jaar denk ik wel laten zien met de groep die we hebben, dat als we andere jongens inpassen, dat het gewoon hartstikke goed gaat. Vitesse speelt de laatste tijd wisselvallig. Hoe gaan jullie dit bespelen? Wat we altijd doen thuis. Dus gewoon vol bak en hoog op druk. We willen natuurlijk de tegenstanders zo weinig mogelijk laten voetballen. Ik denk dat je dat vooral met Vitesse, die moet je niet laten voetballen. Dan gaan we proberen om dat te voorkomen. En zelf ons ding doen waar we goed in zijn. En dat hebben we denk ik thuiswedstrijd laten zien. Goede opbouw, goed voetballen. Zorgen dat we dreigend zijn naar de goal toe van de tegenstander. En wat voor wedstrijd kunnen we verwachten? Nou ja, als wij een goed resultaat boeken, dan zijn we definitief veilig. Dus ik denk dat van onze kant dat we er alles aan zullen doen. En zij zullen ook denk ik het seizoen goed af willen sluiten, omdat ze nog hebben voor wat te voetballen natuurlijk. En ik denk dat zij aan hun verplicht zijn dat zij hier wel komen om te willen winnen. Dus ik denk dat we een mooie wedstrijd krijgen. In een uitverkocht Cambuurstadion is zaterdagavond om 19:45 Vitesse de tegenstander. Als Cambuur wint, dan is het verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. Dit was Cambuur TV voor vandaag en we gaan er weer uit met een nieuwe cartoon van Bart Heinsbroek. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep.